had een redelijk goede start. Alleen Lucien Avant in de eerste ronde al weg. En ze had eigenlijk in één keer een redelijk schone voorsprong. Dus ja, moest ik proberen om daar zo snel mogelijk naartoe te rijden. En dat lukte ook, kon in de tweede ronde al komen aansluiten. En ja, toen viel Lucinda, dus kwam ik alleen te zitten. En dat was best een lastige wedstrijd eigenlijk om alleen te blijven rijden. Het is echt een hele hoge snelheid dat we rondrijden. En achter mij vormde zich een groepje, dus dat was zo een beetje vechten tegen het groepje en hopen dat ze niet terugkwamen. Maar ik had net genoeg nog aan de meet. Dus ik rijd wel liefst mijn eigen tempo heel de wedstrijd, dat ik het zelf allemaal een beetje in de hand heb. En dat ik ook niet in de fout gedwongen word, dus daar was ik op zich wel blij mee. Maar het is hier geen cadeau om alleen te rijden met die hoge snelheid en die lange rechte stukken. En zeker de baan aan de aankomst. Dus zo vechten tegen een groepje waar dat ze om de beurt kunnen rijden, was niet gemakkelijk. Maar ik denk dat ik vandaag heb kunnen laten zien hoe sterk dat ik zelf ben. En dat ik niet alleen op de tactische manier kan. In bal kan er nog heel veel gebeuren. En zoals je ziet, vandaag aan Talita op een gegeven moment heeft ook kettingproblemen. Dus er is snel iets gebeurd en daar kun je heel veel tijd mee verliezen. Dus ik denk als ik gewoon op deze dingen bezig blijf, dat het misschien nog wel lukt om het klassement te winnen. Maar ik probeer er gewoon niet te veel aan te denken.